Hallo mensen van Mike's Gameworld. We zijn weer terug met deel 2 van de Dying Light serie, The Following. We staan hier even op het dak te chillen met onze grote Mattie Verrekijkerman. Ik weet niet hoe die heet, maar... Hij heeft geen naam, dus Verrekijkerman. Hij heeft geen naam. Verrekijkerman, met petje op. Met mooi baardje. En we gaan nu verder met... vertrouwen winnen. Vertrouwen winnen. Eerst even Exy. Oh, gaan we wat nog heb je te zeggen? Gaan we weer met haar praten. Thanks for the hint, Esky. Yeah, but when you said they asked him to leave, you didn't mean the people who live around here, right? No. These people never actually do anything. They couldn't get rid of Khan for months before. Why would they do it now? Still dodging the question. Still not sure if you deserve an answer. Yeah, but kicking someone out of the community just because he was rude, isn't that a little bit cruel? Could be. But there's only a tiny wall between us and a swarm of bandits and zombies and who knows what else. One man's big mouth could be enough to tear this place apart. And you're okay with that? Yeah. But if he can't find shelter out there, he's a dead man. Oh, come on. You're from the city. You know people like Khan, don't you? They always find a way to survive. He'd barter with a corpse if it meant he'd get away from trouble. Okay. Dus we moeten eerst even vertrouwen winnen. Okay. Yeah. Buggy! Is dit mijn buggy? Nee, dat is mijn buggy. Is dit mijn buggy? Ik weet niet. Wacht. Naar de onderdelen wat kijken. De? Ja, dit is mijn buggy. Wat? Bas. Wat? Kijk waar ik zit. Weet wat? Wat de hel? Hier. Wacht, blijf staan, blijf staan, blijf staan. Ik kan, we kunnen met één auto namelijk gaan. Go. Oh, je zit erin? Ja. Oké. Okay. Hey, politieauto. Kunnen we even doorzoeken? Ja, als je het wil. Ik doorzoek de voorkant. Hey, stalen buizen. Even de benzine eruit halen. Even. Wacht. Je kan nu bij elke auto kan je nu ook... Hé, hey, nog een ding. God, man. Bij elke auto kan je nu namelijk benzine eruit halen en de motorkap doorzoeken. Oeh. Yes, ik heb wat. Ik heb hier een klein politieautootje. Is goed. Ik ben nog even bezig met deze. Kogels en cosmetica. Ja, best. Ja, oké. Okay, ja. Ik kan Buggy plunderen, weet ik nu. Ik ga het. Verdorven handbel en kalfechter. Die is wel handig. Hi. Hier. Handzaag. Pistoolmunitie. Ah, joh, die handzaag. Ik heb iets over mij kan upgraden. Kan ik wijzigingen doen? Nee, oké. Okay. Let's go. Ik zit hier gewoon met een fucking geweer achterin. Dit ziet er wel heel vet uit als iemand aan het rijden is. Karren met die handel. Kan je ook driften? Zou wel cool zijn. We spelen nu niet voor speed, hè? Ja, weet ik, maar je hebt een handrem en je kan sturen. Ambulance even doorzoeken of dat niet? Ja, gewoon. Extra onderdelen, toch? Dus zoek even de voorkant voor wat onderdelen. Ja, dus. Dat kan jij ook doen, hè? Ja, dat heb ik eigenlijk niet. Oeh, militaire JBO-doos. Oh, nice. Kabels. Oh, hij is leeg. Daar verder. Ja, ik zag daar verderop zag ik een vrachtwagen. Even kijken of je daar wat leuks kan uithalen. Oh, ik dacht we nemen gewoon heel de buggy mee. Ah, nee, dat kunnen we lopen. Verdomme, hé, ga niet met mijn auto rijden. Waarom zijn ze altijd leeg, deze dingen? Rubber. Je kunt één van je buggy onderdelen repareren. Oeh, flesje brandstof, mooi. Mooi. Batterijen. Wacht, ik zal even mijn brandstof even bijvullen. Nee. Ik kan mijn brandstof bijvullen.
Waar zit de brandstof op dit soort dingen? Oh, daar zit hij. Hij is leeg. Dat was dan. Ingedrukt houden, tanken, zo. Zit je erin? Ik zit erin. Politiebusje. Lekkere handrem is dit, zeg. Oh, damn. Oh ja, ik zou je proberen te helpen. Ik zeg niet dat het gaat lukken. Oh. Holy damn, ik ben een heel wasseling. Swarmbroom. Zeven, zes, sorry, vijf, Roen. Vier, drie, twee, één. Sorry. Fuck, 4000 overlevingspunten verloren. Holy damn. Spat ze nog een beetje. Oh jee, ik ben natuurlijk op zo'n wachttoren. Ja. Maar ik heb hier wel een kissie. Hey, ik kan je zo even. Ik kan je zo wel komen halen hoor. Ja, ik ben hier. Ik heb hier toch een kist, dus ik ben nog wel verzoet. Oh, toch niet. Ja, ik probeer je dus af of het. De tweede zakje. Batterijtjes en plakband. Geen idee waar ik eigenlijk ben. Oh, hier ben ik. Ik ben bij de basis die we hebben vermoord. Mijn inactieve veilige zone. Ik weet niet van, veilig maken dan. Wow, snap. Oké, deze aflevering gaat wel even ietsje langer duren dan 20 minuutjes. Ja, sowieso. Oké. Zo, veilig gewoon. Dank je. Geeft ons namelijk ook weer punten voor vertrouwen. Waarom? Dat was niet de bedoeling. Waar ben jij? Ik zit nog steeds bij die politieauto. Oh, nog steeds wel. Fuck it, ik ren naar je toe. Oh! Get takedowned! Oh! Get manners, get Englished. Get what? Yes. Ben onderweg. Oeh, ik zie een ambulance liggen. Sterf nou eens, laat me de busje rustig oefenen. Headshot. Leeg. Got him. Ik wou net zeggen, ik hoor je wel. Er liggen een heleboel dingetjes die je gewoon kan oppakken qua loot. Maar ook echt een heleboel. Ben je er bijna, Jeroen? Nee, want ik had een busje gevonden. Dus een ambulancebus. Boosters. Incoming!
ich bin nicht so healthy. Moet je ook komen halen met Buggy? Nee, joh. Ik red het wel, alleen moet ik even uitrusten. Kijk, ik ben er al bijna. What the? Holy damn, er zijn er weer. Even wachten, politie busje. Oké. Ja, wacht. Hey, check. Ja? Ja, ga maar. Moet je healen? Ja, ik kan healen in een auto. Nice. Nee, ook maar goed. Ik zit wel goed. Ja, maar ik moet mezelf even healen. Oh, nu moet ik mezelf ook even healen. Holler. Oh, nee. Daar gaan we niet heen. Nope. Daar gaan we omheen rijden, want ik heb geen zin in dat ding. Incoming! Je moet niet elke zombie aanrijden die je maar tegenkomt, hè? Ja, dat weet ik. Want dan gaat je auto kapot. Zijn we klaar? Ja, ik zou even weg naar het plekje toe gaan. Sorry! Gaan we luisteren? Ja, we moeten via de pomp dinges toch, of niet? Holy damn. Ja, fuck off. Hallo. Hey. Wat met de bandietenleider? Ja, hier zo. Kijk. I'm over here, Brad. Every new customer is a blessing. Kijk, volg mij. Hier. Ja, ik dacht ik ga even snel. Oh, ik kan jou niet looten. Godver. Klimmen. Schiet eens op, joh. You're actually selling something out here? Water. Crystal clear. No diarrhea afterwards. Tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? 1 gallon for 10 pounds of food. We accept gold as well. 10 pounds of food for water? When you start charging for air too? Oh, we got us a haggler. Look down there, punk. See that? That's Roscoe. We turn hagglers over to him. Still want to haggle, huh? Tell you what though, I might let you trade your ride for some water. Oh, fuck you, asshole. So be it. All right, boys. Fuck off. Headshot. Oeh. Hey, kijk eens, grote vriend hier binnen. Nu niet meer. Wow! What the fuck was dat? Verdomme Jeroen! What the fuck? Ik schiet niet op die auto. Alright, fuck this shit. Verdomme. Ik ben er bijna. Hey, je hebt de sessie verlaten. Nee, jij hebt de sessie verlaten. Nee, jij hebt de sessie verlaten. Nee, jij. Nee, jij. Jij van mij. Oké. Okay. Even technical difficulties. Oh, die back soon. Nee. What the hell? Waarom al die dieve zombies?
join game. Waar ben je ineens heen? Wat de hel? Even kijken. Zichtbaarheidsspel. Wat? Kan je mij nu joinen? I don't know. Wow, ik kan nu. Ik heb gelukkig. Het spel is helemaal verbroken. Ik heb. Bij jou? Ja, bij mij. Ik heb geleerd om een super molotov te maken. Ja, ik ben er weer. We zitten al op 22%, wat? Nee. Dat geloof ik niet. Blijkbaar wel. Hey. Ik heb een vlooien pistool. Ja. What the fuck? Dat is een Uzi. Ja. Ja, kan ik altijd nog verkopen. Oké. Okay. Er werd geroepen. Ja, ik heb dat opgepakt, dat lag op de kist. Oké. Okay. Holy damn, kijk hoeveel monies. Ik heb meer elektronica. Oh, ik ook. Ik heb nu ook elektronica. Money, money, monies. Oké, die zit dicht. Via... Dan maar de alternatieve route. Kijk of je via het dak kan komen. Nou, zo te zien. Hier. Hier een ingang, dus. I'm right here. Nee, yeah. Versla de last, want die twee slagen en hij is dood. Holy mother, please protect me. Oh, hem hebben we laten nodig. Geen idee. You're one of the three who got lost. Nee, dat weet ik. The only one left. I am Ali. They got thrown to that. That beast. Okay, listen, Ali, this place... The bandits have water here, but there is none at the farm. Oh ja, hier gaat het als het goed is helemaal... Wel? Verkloot, toch? Of niet? Of was dat later pas? I don't know. All right. Here goes nothing. Cross your fingers. If we did that right, in a couple of minutes there'll be water at the farm again. Oh ja, kijk. Ik weet als het goed is al wat gaat gebeuren. Waar dan? Let op. Ik weet niet welke van de machines is. Ja, kijk. Ze gaat kapot. Why is it not working? Oh, shit. Shit. They must have closed it. And this equipment's fucking ancient. If the pipes burst, we are all well and truly fucked. I'll get the valve open. Where is it? It's the shit out of me. All I know is it ain't here. Follow the pipeline. For fuck's sake, hurry. Go! I'll keep trying on this end. Go! Roger that. Okay. Oh shit, ik ben me durf. Ik dicht doen. Oh snap. Oké, okay, ik ga wel rijden. Of ga jij rijden? Jij rij maar. Oké, let's go. Niet tegen een fucking auto aanrijden. Probeer ik toch. Oké, okay, go, go, go. Reloading. I drive as fast as I can. We hebben 2 minuten om de hele pijpleiding te volgen. Zorg dat je ze tegen zo min mogelijk zombies aanrijdt. Dat is gekloond namelijk. Yeah. Ik zou ook proberen om alles weg te schieten. Oh. Ik wou net zeggen, je moet wel gewoon... Verdomme, ik dacht dat ik hier overheen kon. Alternatieve route. Hier zo, links. Andere kant op, andere kant op. Ja, daarin. So far so good, I guess. I guess so. Ik weet niet te ver we nog moeten rijden. Als het goed is was het niet te ver meer. Dan ga ik doorrijden. Ah joh, het moet vast wel lukken.
buddy. We maken deze missie. Oh yeah, met some kind of pumping station. The pipeline ends here. Here, here, here. They look for the main valve, goddammit. Daar moeten we zijn. This fucking alarm won't shut up. Waar? Daar zo. Daar. Hierin. We moeten de main valve vinden. Ja, ik zit vast. Hier moet ik dit. Ik zoek de main valve. Heb je? Nee, ik ben nog steeds op zoek. Kelder. Ja, dat weet ik ook wel. Boom! Net aan. Nou, dan kunnen we ook even gelijk alles doorzoeken hier. Oh, kijk. Lockers. Ik heb hier een wit kistje. Alcohol en gaas. Oh, kijk. Ik heb hem al. Got him. Ik heb hier een wit kistje. Ik heb $171. Oké, ik kom eraan. Superieur Kukri-kapmes. Krijg ik ineens een Skype-berichtje van Daan. Of je account straks niet doen, zeg maar. But the place was already flooded, so now what? We just wait? Yes. Now it should just be a matter of time. Yes. So we're good? We made it. But better than good. I think you just saved all our asses. Get back to the farm. I'll tell Jess here you're all right. You know, for a stranger. Oh, ik zie daar nog een kistje, geloof ik. Ja. Plastic. Plakband en koffie. Oh ja, ik ga even snel blauw drukken. Engelen smart. Hey, Jeroen. Kijk waar ik zit. Wacht even. Golden hamer. Drakenbel. Inventaris, dat ga ik even snel kijken. Kuilvechter, 1 schade. Nou ja, ik kan ook even kijken. Ik kan wat nieuws maken. Nee, ik heb niks. Ik ga even nergens op gebruiken. Ik kan nog een engele zwaard maken. Nou ja, ik ben. I'm ready. Hey Jeroen. Hi. Hey, nee! Wow! For fuck's sake. Even wachten. Zo. Nee. Als het goed is, heb ik brandstof voor je. Ik zal even tanken. Ja. Oké. Zo. Kan die? Let's go. En misschien is het ook wel handig als we even hem repareren zo meteen. Want je bent tegen heel veel zombies aangebeukt. Leuk toch? Hey, daar krijg je wel extra rijskillspunten voor. Serieus? Ja. Coming through, excuse me. We mogen even omrijden, denk ik, weer. Ik ben er net op tijd over geklommen.
Nee, winkelier. Maar ik ga even upgraden. Oh, ga je upgraden? Ja, ik ga even repareren. Oh, ik wou net zeggen, heb je parts dan? Want ik had helemaal niks. Die repareren. Die repareren. Alright, we gaan met Yazir praten. Ja, ik ben even alles. Oh, ik heb geen schroeven meer. Damn it, ik kon bijna alles kon ik repareren. Nou. Ik ga eerst even wat spullen verkopen als je het heel erg vindt hoor. Oké, maar. Wow! Holy shit! Wacht, je hebt toch een paard? Je hebt toch een paarse seis? Ja, geloof ik wel. Nee, ik kan een oranje kopen. Nice. Domme, even wat shit verkopen. Gemene sikkeltype wagen, lekker. Lege kapmes, die mag weg. 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 Vlooie pistool, ja, die ga ik toch nooit gebruiken. Smeermiddel. Een vlambaar vloeistof. Verdorven handbelgje, nee, heb ik niks aan. Zal ik de boog kopen, gewoon voor fuck it? Maar die krijgen we straks, hè? Krijgen we die straks? Volgens mij wel. Oh, ik heb je net gehield. Oh, dank je. Dat was niet eens de bedoeling. Een boog krijgen we straks. Nee, jou verkoop ik. Ja, verkoop ik. EBO-doos. Alle kostbaarheden. Zo, ik heb weer heel wat geld. Geheel. Ja, ik heb best wel ook wel wat. Zo. Maar ik kan er niet op. We must talk with Yazir. Ja. Otherwise episode will long. Yes. English. 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 Fuck it, ik ga gewoon de hele tijd klimmen. Ik ga gewoon de hele tijd klimmen en dan krijg ik er puntjes ervoor. Is bevestigd, geplauwd, kan ik nog een Engels vraag maken? Zo, ik hoor jou, hoe heet het, ja. Muis, Zo, mijn zeis die doet ook best wel veel. Mijn zeis die doet 938 damage. Mijn zeis die doet 1432. Oh nee, ik heb een oranje zeis ook zelf. Nou ja. Let's. Okay. Let's talk to Yazir. Wacht, of moeten we nou met Exie praten? Hier is daar is Yazir. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. Ja, leuk kind dat je water hebt. Boeit me niet. Gaat zitten, Yazir. It's all about Yazir in Haran. Zaman. We're running out of antizin. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything. Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the mother. Faith? Well, okay, I mean no disrespect, but you. You're telling me that prayers keep you from turning? That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the mother, and she protects us. We have no need of Antonsen, or whatever you said. Okay, okay, well, is there any way I could maybe speak with this mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe you could get them to notice you. If you do enough good for our community. At this point, I'll take anything. Okay. So what kind of good are you looking for? What needs to be done around here? Let's go. You're serious about this? All right, then. Me, I take care of this farm. And my friend Bilal,
keeps the gas station near town safe. Look around. You'll find more work than any one man could handle. Okay. Ja, kijk, en dat is dus het vertrouwenslevel. Dat moeten we helemaal omhoog werken, zodat we de DLC kunnen uitspelen. En we zijn nu level omhoog. En dat is, we zijn nu een vreemdeling. Dat waren we al. Klopt. God. Rang, vreemdeling, hierna worden we nieuwkomer, dan bondgenoot, dan gelovige en dan discipel. Ja. We zijn bijna bij de nieuwkomer. Beloning als discipel, volgeling. Zullen we even slapen eerst? Hey, ja, wacht. Ik heb een skill voor mijn driver. Ik kan nu... Hiermee kun je buggy onderdelen van level 1 maken. Oké. Okay. Ja. Die. Oh, degene die ik had vrijgemaakt. Oké, nu rij ik. Ja, maar misschien wordt het even tijd dat we de aflevering afsluiten. Oh ja, dat is misschien ook handig, hè? Ja. Dan... Nou. Ja? Ja, ga maar. Ja. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Dying Light. Hopelijk vonden jullie dit een hele leuke aflevering. En Jeroen en ik gaan nu de Dead... Jeroen? Ja. Jeroen en ik gaan nu de aflevering afsluiten door diep in elkaars ogen te kijken. Even wachten. Zo. De nachtwacht. See ya. Leuk geluidje. Bye bye. See ya.